dus, ja, dus dat is het grote. Namens het bestuur van de KBO Prinsen Beek, want daar zijn we niet, heet ik u graag van harte welkom op dit vroege uur, mag ik wel zeggen. KBO Prinsen Beek, 50 jaar. Zondag in de kerk zei de pastoor al, dat is maar wat. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En wij zijn dan ook al tijden geleden begonnen met de voorbereiding van de viering van dit 50 jaar bestaan. En er zijn aan de gang een aantal activiteiten in de Zilverkerk, waar alle ouderen worden uitgenodigd. En er zijn georganiseerd 2 middagen voor de leden. En dat moeten we hier in de Driewindenzaal doen, in de Rabozaal van de Driewinden, omdat de Zilverberg te klein is. Maar ik denk dat we daar vanmiddag niet over moeten mouwen, want dit is een zaal met een geweldige hoop mogelijkheden om dit feest goed te vieren. We beginnen zometeen met de multimedia presentatie, de Gouden Greep. En dan wordt u meegenomen door 50 jaar geschiedenis. Geschiedenis in de wereld, in ons land, op de Beek en de geschiedenis van de KBO. We hopen, en ik denk dat het ook wel zo is, dat het voor u een feest van herkenning zal worden. Ik wil op voorhand al eigenlijk een bedankje uitspreken aan de mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van die presentatie. Maar ik zou zeggen, kijkt u na afloop even naar de titelrol, want daar staan alle mogelijke namen op die allemaal hebben meegewerkt. En zelfs daarbij staat nog en vele anderen. Na de pauze kunt u genieten van de cabaret- en dansgroep Kwikzilver uit Etten-Leur. Ik ben ervan overtuigd dat ook zij met veel humor erin zullen slagen om een uurtje ontspanning aan ons te bieden. En ontspanning van de hoogste plank. Ik hoop dat we met z'n allen, gasten, leden, medewerkers, een bijzonder prettige middag zullen beleven. En dan heb ik nog 1 mededeling van huishoudelijke aard. Voor het geval u een gsm bij u heeft, zo'n mobiel telefoontje, wilt u dat uitzetten. Want dat zou wel eens hinderlijk kunnen zijn voor de voortzetting van het programma. Ik wens u heel veel plezier en een genoegen middag. KBO Prinsen Beek presenteert, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, het multimediaprogramma Gouden Greep. Een journaal in 4 delen van de laatste halve eeuw. Uw gastvrouw, Marie-Cécile Rovers Schipper. En dat ben ik. Goedemiddag. Wat fijn dat u allemaal tijd heeft kunnen vrijmaken. Trouwens, voor een feestje maak je altijd tijd. Maar allereerst, voordat ik start met mijn programma, wil ik u van harte feliciteren. Want eigenlijk bent u vandaag allemaal jarig. Toch?
U bent lid, we hebben feest, dus daar hoort u ook bij. Ik hou het kort, want we hebben een heel erg leuk programma. Een vol programma. Het geeft u zeker energie voor deze middag, maar jullie zijn al een energieke club. Dat heb ik dinsdag al mogen meemaken. We hebben al een voorproefje gehad. De voorzitter heeft al gezegd, we starten met een prachtige film. Die bestaat uit 4 journaals en dat wordt in opbouwende fase aan u gedoond. Het eerste blok bestaat uit, is van de jaren 1954 tot met 1969. En ieder blok, zoals u zult zien, heeft een stukje wereldnieuws, Nederlands nieuws, Beeks nieuws, maar vooral goudnieuws, oftewel een gouden greep van de KBO-tijd. En dat draait het vanmiddag allemaal om. Zoals ik al zei, ik hou het kort. U ziet mij nog meer van de middag in andere creaties. Het is niet de bedoeling dat ik een modeshow ga houden, maar we hebben het een beetje aan de stijl van de film aangepast. Dames en heren, oftewel leden, ik wens jullie een hele fijne middag en veel kijkplezier. Start in de eerste blok. De eerste atoomonderzeeër ter wereld, de Nautilus, wordt op 20 januari door de vrouw van de Amerikaanse president, Mamie Eisenhower, te water gelaten. Kolonel Nasser wekt in Egypte grote beroering. Hij wordt na een bomaanslag te hebben overleefd door de revolutionaire raad tot premier van Egypte benoemd. Hij ziet ook kans zijn tegenstrever, president Naguib, uit te schakelen. De kiem voor de latere Suezcrisis is gelegd. Elvis Presley, tot nu toe totaal onbekend, scoort zijn eerste hit. Elvis groeit uit tot een wereldidool. Jane van den Berg laat in een ijskoude winter niet alleen de Friese warm lopen voor de Elfstedentocht. Hij wordt op 3 februari glorieus winnaar in 7 uur en 32 minuten. Prinsenbeek is nog altijd een dorp waar het leven van alle dag zijn rustige bekende gangetje gaat. En de benzineprijs is van een ongekend laag niveau. Toch komt er zo langzamerhand groei in ons van ouds agrarische dorp. Hier en daar beginnen nieuwe wijkjes te komen, als zijstraten of parallelstraten van de Groenstraat en de Beekse Straat. Het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren. Sport kent een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Jongens en meisjes die hun kunnen maar al te graag demonstreren. Naast de jeugd zijn ook de ouderen volop in beweging. Er komt een Rooms-Katholieke Bond van Ouden vandaag in. Later de Diocesane Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden. En in 1954 krijgt Prinsenbeek een eigen plaatselijke afdeling met alles erop en eraan. Doelstelling? Het onderhouden van sociale contacten, belangenbehartiging en het organiseren van activiteiten. Patroonheilige Sint Jozef. Aantal leden bij de oprichting 19. Getuigen het eerste handgeschreven notulenboek is een goed handschrift voor een secretaris vereist. Janus van den Berg is de eerste voorzitter en tevens secretaris. Kees Weterings is de eerste penningmeester. Hij wordt in 1968 voor zijn verdiensten tot erebestuurslid benoemd. Een bond zonder geestelijk adviseur is ondenkbaar. Kapelaan van Dongen is de klos en hij klaagt de klus in het eerste jaar. Jan van Baal volgt na een jaar Janus van den Berg op. Hem wacht in 1968 het erevoorzitterschap. De wereld wordt in 1955 verblijd met de eerste McDonald's. In hetzelfde jaar verschijnt voor Prinsenbeek en de Prinsenbeekenaren de Gertrudesklok. Kerkelijk nieuws vormt daarvan jarenlang de basis. De AOW, de Algemene Ouderdomswet, krijgt gestalte onder vadertje Drees. Kolonel Nasser, al eerder genoemd, besluit in 1956 het Suezkanaal te nationaliseren. De oliecrisis is een feit. De eerste autoloze zondag is een direct gevolg. Ook de dienstauto van Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, staat zondags op stal. Het oranje gevoel steekt in 1957 de kop op als Corrie Brokke het Eurovisie Songfestival wint met Net als toen. In Prinsenbeek bloeit het rijke Roomse leven als nooit tevoren bij de eerste plechtige heilige mis van neomist Fons van der Kar. Het dorp loopt, ondanks de regen, uit voor een piepjonge priester en een trotse familie van der Kar. Onze zuiderburen, de Belgen, zijn fier op hun wereldtentoonstelling, waarvan het atomium een ongekende trekpleister is. 42 miljoen bezoekers trekken in 6 maanden tijd naar Brussel.
Aan de Hula Hoop-rage doen niet alleen die bezoekers mee, maar in Nederland wordt wel in totaal 3500 kilometer buis verwerkt om aan de vraag naar hula hoops te voldoen. Al hula hoopend naar Eindhoven, naar Van Doornes automobielfabriek, waar het eerste DAFje wordt gepresenteerd. Voor de liefhebbers, een personenauto met een volautomatische versnellingsbak, dankzij de Variomatic, een uitvinding van Huub van Doornen, kostte 3.980 gulden, maximum snelheid 90 kilometer. Nederland wordt verder verblijd met de winning van het eerste aardgas. Door de jaren heen een grote impuls voor de Nederlandse economie. Kardinaal Roncalli wordt in 1958 gekozen tot de nieuwe paus. Hij zal zich als Johannes de 23ste ongekend geliefd en populair maken. De gedegen lange rok van de paus staat in schril contrast met de door Mary Quant geïntroduceerde minirok. Nederland verplettert in 1959 in het Feyenoordstadion België met 9-1. Vaas Wilkes scoort 4 maal. Men spreekt in België van de Feyenoord. Kees Goos het op de beek nog bijna dagelijks een aardbei aan de straat. En Theo van Gool brengt trouw zijn zomerkoninkjes naar de verzend. Janneke Joosen voert het hoogste woord bij de openstelling van de verharde zanddreef. De nieuwe gemeenteraad presenteert zich aan de bevolking van Prinsenbeek. Bekende gezichten, bovenmeester Hemme Lotstra en Janneke Hurkens. Het huisorgaan De Klepel is ook nieuw bij de gemeente, met berichten aan de burgerij over de gang van zaken op het gemeentehuis. Gertrudesoord komt tot stand. En Adrie Verwijmeren heeft de druk met de afwerking van de verdergaande nieuwbouw in het dorp. Jonge moeders kletsen bij en zuigelingen en kleuters huilen in het vervolg van spanning en verdriet in het nieuwe witgele kruisgebouw, waar Anneke Aarts als administratrice de scepter zwaait. Die baby's en kleuters kunnen vanaf nu getroost worden met een Barbiepop, waarvan in Amerika het eerste exemplaar op de markt is gebracht. Naar schatting zijn er nu al 1 miljard op de wereld gezet. John F. Kennedy, een tot dan toe vrij onbekende senator in Amerika, wint in november 1960 vrij onverwachte presidentsverkiezing. Hij verslaat Richard Nixon. De 27-jarige Russische majoor Yuri Gagarin wordt held van de Sovjet-Unie als hij met de Vostok 1 als eerste mens een volle omwenteling rond de aarde maakt. John Glenn maakt enkele maanden later voor Amerika de vlucht rond de aarde in de Mercury-capsule Friendship 7. Het ruimtetijdperk is begonnen. Of de Berlijnse muur in aanbouw vanuit hun ruimtecapsules ook zichtbaar is, blijft onbekend. Deze muur leidt intussen tot grote spanningen in de hele wereld. Bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard gaat het er feestelijk eraan toe. Het feestrumoer is nog maar nauwelijks verstomd als prinses Wilhelmina op 82-jarige leeftijd komt te overlijden. Ze wordt met wit ceremonieel in Delft bijgezet. Voor de actie Open het Dorp is heel Nederland op 27 november 1962 in rep en roer. Mies Bouwman haalt in 1 dag 13 miljoen op en verwerft zich bijna de status van onsterfelijkheid. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Op de beek gaat de vlag uit. De 5000ste inwoner is met Nico Aarts een feit. Driek Weterings krijgt een koninklijk lintje voor zijn vele werk in allerlei besturen. Er gaat een schok door de hele wereld als de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy in Dallas wordt vermoord. Zelfs het IJsselmeer wordt autoweg in de volgende extreem strenge Nederlandse winter. De Elfstedentocht wordt onder barre omstandigheden verreden. Reinier Paping komt na een worsteling van 11 uur als eerste over de streep. Vredig en rustig is het nog altijd op de boerderij van Verhees aan de Grindweg. De KBO groeit en bloeit. Het ledental stijgt tot 320. In het Maria Goretti-huis wordt de druk doorgekaart door mevrouw Gommeren, Kesje Verwijmeren en Koos Gal. Bart van der List, Jaan van Geels en Jan Nuiten toveren de mooiste karambols op het biljart. In een grote dorpsoptocht loopt ook de KBO mee. Ze gaan bij café Toon Aarts, zijn vrouw Mien en dochter Rietje een afzakketje halen. De emancipatie zet ook door bij de KBO.
De dames Jans Martens en Dien Nuiten doen hun intrede in het bestuur. Het bondsorgaan Levensavond is verkrijgbaar voor het luttele bedrag van 1 cent. Jan van den Berg ziet wel brood in zijn functie van vaandeldrager. En niet alleen bij officiële gelegenheden, hij komt er zelfs mee langs de bakker. Pater Piet van Hulten doet in de Beek zijn eerste plechtige heilige mis. Hij vertrekt later als missionaris naar Malawi. Wat een verschil tussen toen en nu. Het kunstschaatsen met de flikvlak, de dubbele rietberger en andere figuren wordt steeds populairder als Sjoukje Dijkstra bij de Olympische Winterspelen in Innsbruck de gouden medaille wint. De Beatlemania kent in Nederland nauwelijks grenzen als de Beatles voor een concert naar Blokker komen. Tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten staan tienduizenden langs de kant en springen heetgebakerde fans in het water. In Prinsenbeek droomt pastoor Wolters al jarenlang van een nieuwe kerk. De mooie, oude, dorpsbeeldbepalende kerk wordt opgeofferd voor nieuwbouw. De val van de oude toren is een mijlpaal in de Beekse geschiedenis. Aan de nieuwe kerk moet iedereen erg wennen. Ook wordt er gebouwd en verbouwd aan de Kapelstraat, waar de familie Schuybroek de eerste zelfbediening van Prinsenbeek opent. 1966 begint goed als Art en Casey furoren maken op het wereldkampioenschap schaatsen in Gothenburg. Goud voor Art en brons voor Casey, dus reden voor een feestje. De provo's en aanverwante groeperingen proberen de plechtigheden te verstoren bij het huwelijk van prinses Beatrix en Klaus van Amsberg. Verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland komt de Zeelandbrug. Een imposant bouwwerk op 54 pijlers en met een lengte van 5022 meter. Een 100-jarige in Prinsenbeek, de heer Martens. De oprichting van de BAK, de Beekse Algemene Carnavalsvereniging, is voor het Beekse carnaval zeer belangrijk. Rien Schuybroek gaat de eerste jaren voor in de leut als prins Reinier. Hij krijgt waardige opvolgers in onder andere de prinsen Xavier, Casimir, Joop, Hein, Fons, Marinus en Leopold. Prins Beek wordt voortaan met carnaval Boemerdonk. Theo Schipper en Herman Dirk, respectievelijk eminent voorzitter en secretaris, tekenen voor een sluitende organisatie. Die groeit en groeit en uitgroeit tot een groots evenement met een carnavalsoptocht die zijns gelijken niet kent. De bakzittingen zijn elk jaar per definitie uitverkocht. Anton van den Einde ontpopt zich als Belslomieke tot een weergaloze bakletser. De KBO wordt door de carnavalsprins nooit vergeten. Corrie van Dongen wordt in 1966 de eerste vrouw in de gemeenteraad. Helaas vliegt ze er in 1974 weer uit. En zien we daar ook niet Jan van Geel? Een koninklijke baby. Prins Willem-Alexander brengt op kasteel Drakenstein geluk bij Beatrix en Klaus, de familie en heel veel Nederlanders. In 1968 wordt de wereld weer opgeschrikt door een brute moord in Amerika. Op 4 april wordt in Memphis Martin Luther King, de zwarte mensenrechtenstrijder, doodgeschoten. De Tour de France kent in dat jaar voor het eerst een Nederlandse winnaar. Jan Jansen beslist in een bloedstollende laatste tijdrit de einduitslag in zijn voordeel. De Riedijk is nog altijd ver verwijderd van asfalt en steen en levert nog steeds een pittoresk dorpsplaatje op. En ons dorp leeft als nooit tevoren. Vrijwilligers doen geweldige klussen. Onder andere aan het onderhoud van het kerkhof. Vogelliefhebbers richt de vogelvereniging Privel op. Tot in lengte van jaren organiseren zij beurzen en tentoonstellingen voor de ware vogelvrienden. 1969 brengt de eerste mens op de maan. Op 21 juli spreekt Neil Armstrong als hij het trapje afdaalt naar een maanoppervlak die historische woorden. De KBO lijkt die grote stappen mee te doen.
Bij het 15-jarig jubileum telt men 506 leden. Contributiebetalers van 12 gulden per jaar. En zo langzamerhand uit alle geledingen van de bevolking. De KBO toont aan dat senioren nog steeds vitaal zijn en met zijn vele activiteiten en activiteiten besturen veel meer is dan wel eens spottend wordt gezegd de club van KKK, koffie, kine, kletsen. Dat was het eerste deel, het eerste journaal. Heeft u ervan genoten? Ja. Heeft u dingen herkend? Ja. Nou, leuk is dat, hè? Zelfs voor mij waren er nog dingen, want mijn opa staat er ook nog op. En dat is wel heel leuk om te zien, om weer terug te zien, ook voor mij. We hebben het volgende blok alweer klaar, het volgende journaal. En dat heeft ook te maken een beetje met mijn outfit. De minirok, die gaat eruit, en die maakt plaats voor de langere mode. De petticoat. Wie heeft hier een petticoat gedragen? Ik. Oh, geweldig! Die ervaring heb ik nu ook. Dat is toch wel leuk. En wie van de heren hebben zo'n kuif gehad met Elvis Presley? Ja, geeft niks. Zo mag ik rustig in opstellen. Maar het tweede blok heeft ook heel veel nieuws. En we gaan door in de tijd. Dat is van 1969, zeg maar 70, tot en met 1984. We komen steeds dichterbij bij het jubileumjaar. Maar wat mij wel opvalt, in elk blok is er maar één vereniging die heel veel feest. En dat is de KBO. Dat is toch typisch. Maar wel gezellig. En dat houdt jullie jong. Ik zou zeggen, geniet van het tweede journaal en we gaan gauw starten. In mei 1970 is Rotterdam te klein als Feyenoord in Milaan de Europa Cup wint. Celtic wordt met 2-1 verslagen. In Prinsenbeek lijkt alles een gestage eigen gang te gaan. Maar toch, bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er maar liefst 7 partijen. Om sterk te staan tegen het annexatiespook vormen 4 partijen een samenwerkingsverband. Herman Dirve en Ben Hennekam doen hun intrede in de nieuwe raad. Na groot protest van de jeugd met een heuse bezetting van de raadzaal, krijgt Prinsenbeek een echt zwembad in de Kuil. Vooral dankzij de gezamenlijke inspanning van vele Bekenaren. Binnen een jaar is Carla Rovers al de 10.000ste bezoeker. De KBO laagdrempelig. Nu al voor 55-plussers. De eigen toneelclub gaat van start. Stukken als De Vergeten Dochter en een standbeeld voor Jeanne d'Arc zijn een ongekend succes. In de vroege ochtend van 25 augustus 1972 beleeft Prinsenbeek een ramp van grote omvang. Op de Rijksweg doet zich in een verstikkende mist een serie kettingbotsingen voor. 13 personen komen om het leven. De materiële schade is enorm. Hulpverleners komen handen en voeten tekort om hun werk te doen. De bouw van Hagedonk opent voor bejaarden nieuwe verzorgingsmogelijkheden. Ned Bruilands is de enige in Hagedonk die de volle pracht van de Brabantse klederdracht in ere houdt. Modern Prinsenbeek, een nieuw weekblad in plaats van de Gertrudesklok. Uitgever Rijgaard brengt ook algemeen beeks- en verenigingsnieuws huis aan huis in ieder gezin. Kraamzuster Jo van Baal, 25 jaar in Prinsenbeek werkzaam. Hele generaties heeft zij de billen gewassen. Of ze dat ook bij de twee Beekse drielingen heeft gedaan, wie weet. Het zal Ronnie, Robin, Erwin van Praat en Judith, Claire en Helene Hendricks een zorg zijn. Het Maria Goretti Huis voorziet in een grote behoefte aan ruimte voor het Beekse verenigingsleven. President Nixon vindt zijn Waterloo in de Watergate-affaire. Hij heeft in het Huis van Afgevaardigden in de Senaat vrijwel geen steun meer. Gerald Ford volgt hem op. En weer gaat Prinsenbeek naar de stembus. Nieuwe namen in de raad zijn onder meer Piet Houtenpen, Toon de Hoon en Bas Schijn. Nederland verliest bij het WK voetbal met 2-1 van Duitsland. Een langdurig trauma is het gevolg. Gert Müller maakt 2-1 voor Duitsland. Treinkaping bij het Drentse Wijster. Op 2 december 1975 kapen 7 Zuid-Molukse jongeren een intercitytrein. 23 gijzelaars zitten 12 dagen vast. Er vallen 3 doden. 2 dagen later
bezetten 6 Zuid-Molukkers het Indonesische consulaat. Er is 1 dodelijk slachtoffer te betreuren. In mei 1977 volgt in Bovensmilde een nieuwe treinkaping en gelijktijdig de bezetting van de openbare lagere school. Het kost uiteindelijk 6 Molukse kapers en 2 gijzelaars het leven. Op 24 juli wordt de 10.000ste Bekenaar geboren. Het is Koen Klaassen. Kees Karremans is 16 jaar KBO-bestuurslid, waarvan 11 jaar penningmeester. Hij wordt koninklijk onderscheiden. Ons huis, een nieuw en eigen KBO-onderkomen, wordt geopend. Nieuwe biljarts, het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat, verhogen de feestvreugde. De terecht trotse werkploeg van ons huis voor het nageslacht vastgelegd. Herkent u ze? Koos Schalk, Bart Martens, Nico Buinsters, Jan van den Berg, Piet van Dijk, Janneke van Zunder, Jaan van Rijkenvorsel, Toon Bastiaanse, Rien de Grauw, Kees de Graaf en Driek Vrijders. Uit het financiële overzicht blijkt dat de contributie nog steeds 1 gulden per maand is. 12 hele guldens per jaar. Mevrouw Lubke Vuur wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van onze KBO. Een feestelijk muziekje van 06107, de muzikale verrassing van 1977, is wel op zijn plaats. En half Nederland zingt, het leven is goed in het Brabantse land. Kiske Fusenek 100 jaar, wie doet het hem na? Weer tijd voor koninklijke onderscheidingen. Burger Bates. Hein van der Brand ontvangt pauselijke waardering met Pro Ecclesia et Pontificie. Na het verlies van de Haagse Beemden komt op 11 december 1979 Prinsenbeek voor de 2e keer op 10.000 inwoners. Jacobus van Zijp is de gelukkige. Het NKV afdeling Prinsenbeek viert zijn 40ste verjaardag. Nieuwe kruiswegstaties voor de kerk door 14 Beekse kunstenaars geschilderd. In ieders eigen stijl, stuk voor stuk een aanwinst voor de parochie. Pierre Bates neemt in 1979 afscheid als burgemeester. Later krijgt hij de gemeentelijke erepenning en er wordt zelfs een park naar hem vernoemd. Meester Leonard Verwiel neemt het stuur van het bestuur over. Lang gewacht en stil gezwegen, het Eikenbos opent eindelijk zijn deur. En de KBO? 25 jaar oud en al 585 leden. 1980. Op 26 februari pleegt sergeant Desi Boutersen met een legertje soldaten een coup in Suriname en presenteert zich daar als de grote leider. Op haar 71ste verjaardag doet koningin Juliana afstand van de troon. De inhuldiging van haar dochter, prinses Beatrix, wordt in Amsterdam wreed verstoord door krakersnellen die de dag uitroepen tot Nationale Kraakdag. Maar Joop Zoetemelk wint de Tour. Ploegmaat Henny Kuiper wordt tweede. De postploeg is oppermacht. Weer een 100-jarige in Prinsenbeek. Toon van den Broek, een eeuw jong. Paus Johannes Paulus II raakte in mei op zijn wekelijkse audiëntie op het Pietersplein ernstig gewond bij een aanslag. Engeland feest. Diana en Charles trouwen. Bejaardenwoningen in het Gertrudesoord en het Zilverhof. Een aanwinst voor de week. Kees van Dijk, al onbekend, 25 jaar doodbinnig. De looi heeft zijn tijd gehad en gaat dicht. De scouting strijkt de vlag in de looi, maar vindt een pasklaar, modern eigen onderkomen in de Sjorring. Oud schoolhoofd en oud gemeenteraadslid, meneer Lotstra, komt te overlijden. Wandkleden voor het gemeentehuis. KVO, LHNO, de plattelandsvrouwen en de club Eigen Handen zorgen voor een fraaie aankleding van het gemeentehuis. De KBO tekent voor het kleed getiteld Het Park. In oktober 1983 doen 550.000 mensen mee aan de anti-kruisraketdemonstratie in Den Haag. Weer een feestje in Prinsenbeek. Rien van der Westen, 25 jaar raadslid, waarvan 20 jaar wethouder. Joop Jansen zit eveneens 25 jaar in de gemeenteraad. Weer feest bij de KBO. Een vernieuwd en gemoderniseerd ons huis wordt door mevrouw Verwiel feestelijk heropend.
prachtige aanloop naar 1984, het jubileumjaar. Al 30 jaar intussen en nog steeds volop leven in de brouwerij. Dankzij toegewijde bestuurders en veel trouwe vrijwilligers. Gezelligheid, goede verzorging, kaarten, biljarten, ouderentoneel en educatie. 30 jaar KBO. Van dag tot dag, van jaar tot jaar. Bond van ouderen en toch midden in het leven, midden in de wereld. 530 leden getuigen daarvan. Het volgende blok, dat is van 1985 tot en met 1999. Dat dichter bij huis, maar er gebeurt best veel. En u zult zien dat in elk blok een lach is, gelukkig heel veel, maar ook wat minder leuke dingen. Want dat is tenslotte ook wereldnieuws of Beeksnieuws. En op de Beek is het zo, als het Beeksnieuws is, het is wat droevig, dan leven we met elkaar mee. Maar hebben we een feestje, dan is er ook weer iedereen bij. Dus wat dat betreft is het een heel erg gezellig dorp. Ik wens u veel kijkplezier bij het derde journaal. Wubbo Ockels gaat op 30 oktober 1985 als eerste Nederlander met de Challenger de ruimte in. Valt er nog wat te beleven in Prinsenbeek? Rien van der Westen verlaat de politiek. In 1993 krijgt hij een eigen plein, het wethouder van der Westenplein. Barabbas, een passiestuk. Het houdt heel toneelminnend Prinsenbeek in zijn band. Wie maar even kan, doet mee. Hein den Oude speelt Barabbas, Piet Razenberg Caïfas, Huip Jansen Jezus en Judas is Anton Aerts. De Romeinse Furie wordt vertolkt door Janus Meeuwissen, Nico Rijgaard en John van Beek. 1986 en weer een elfstedentocht, dankzij een ijskoude winter. Evert van Bentum is de bejubelde winnaar. In Tsjernobyl ontploft de kerncentrale. De gevolgen zijn in heel Europa merkbaar. Een autogasontploffing aan de Julianalaan schrikt Prinsenbeek op. Een grote ravage is het gevolg. Mevrouw Franke staat nog te trillen in haar keuken als het echtpaar Ribbens overlegt met hun verzekeringsagent over wat nu? Bij de KBO treedt Koos Weigers na 13 jaar besturen terug. Jan van Haveren is 11 jaar penningmeester. Hij krijgt voor zijn vele verdiensten, ook op andere terreinen, een koninklijke onderscheiding. De eerste nieuwsbrief verschijnt. Met alle bijzonderheden over het reilen en zeilen van de KBO Prinsenbeek. Het penningmeesterschap wordt gedegen overgedragen. Zelfs voor de contributiebetaling krijgt men een keurige nota. De Handwerkclub heeft weer een tentoonstelling met veel variatie en een grote belangstelling. 1987, de veerboot Herald of Free Enterprise zinkt voor de haven van Zeebrugge. De laaddeuren blijken niet goed gesloten. Er vallen 200 doden te betrokken. En Prinsenbeek? Prinsenbeek is nog steeds rijk, maar saai, is de conclusie van de stem. Aan de Harmonielaan opent de protestants-christelijke gemeente haar nieuwe kerk, het Kruispunt, een beidetijdse ontmoetingsruimte. Yvonne van Gennep zorgt voor nog meer oranje gevoel. Zij wint 3 gouden medailles op de Winterspelen van Calgary. Prins Carnaval Marinus de 22e komt als eerste passagier aan op het nieuwe station Prinsenbeek-Breda. Nacht Toon van Beurde heeft eigen vervoer. Hamel Museum staat 100 jaar en viert dit met een gedurfde concertuitvoering van de musical West Side Story. 1989. De spanning aan de Oost-West-Duitse grens stijgt ten top. Eindelijk valt op 9 november de Berlijnse muur. 50.000 Oost-Berlijners bezoekt het westelijke stadsdeel en wanen zich even in Luilekker. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van burgemeester en wethouders vordert gestaag de herbestrating van de Beekse Markt. Nieuw tuinpad aanleggen, bel BNW. Een herinneringstekel bij de opheffing van het stichtingsbestuur Gertrudesoord. Een passend aandenken. Ons aller Janneke de Vries. 60 jaar getrouwd met zijn Anneke.
In de oude molen van Dikmans komt na de Primarkt een Albert Heijn-vestiging. Ook Prinsenbeek gaat op de kleintjes letten. In 1989 viert de KBO het 35-jarig bestaan. Van zustervereniging Etteleur komt een felicitatie in de vorm van een oorkonde. Met jokeren, ook tijdens een jubileum, sta je als bestuur nooit voor joker. Viva la Musica, het eigen ouderenkoor, wordt opgericht. 30 leden onder de bezielende leiding van Rien Schetters als dirigent en Annie van Geel als voorzitter. Rien dirigeert nog steeds en Annie zingt nog steeds. Van luitenant-kolonel tot ridder, voor de koningin een lintje, een fluitje van een cent. Kees de Vouw en Jan van Dongen linten mee. Janus Ome trapt zich langzaam maar zeker naar het wethouderschap. De hele wereld houdt de adem in als op 17 januari 1991 de eerste golfoorlog uitbreekt. In de operatie Desert Storm wordt het Iraakse leger verslagen, maar despoot Saddam Hussein handhaaft zich. In ons huis bingo de KBO dat het een aard heeft, want geleerde kenners zeggen bingo is goed voor de hersenen. Bill Clinton wordt in Amerika president. Een ramp, een catastrofe, als een El Al Boeing 747 crasht op 2 flats in de Bijlmermeer. 4 bemanningsleden en 39 bewoners komen om het leven. Prinsenbeek afficheert zich intussen als het dorp van goud. Burgemeester Verwiel vertrekt als burgervader en maakt plaats voor Kees-Jan de Vet. De plaatselijke brandweer 200 jaar. Cor Schel, voluit Cor de Graaf Schellekes, slaat indien nodig alarm. De brandweermannen stromen in grote haast toe. Na het blussen geldt van buiten nat, van binnen nat, bij Thijs Kavelaars. Ook met een stil alarm is men binnen de kortste keren op weg naar een brand of een andere calamiteit. Het seniorenberaad timmert aan de weg. Voor een gloednieuw van alle moderne gemakken voorzien onderkomen van de KBO wordt de eerste steen gelegd. Op 21 september is de officiële opening van de Zilverberg. Een naam bedacht door het echtpaar Bergvoets. Op de open dag komen niet alleen 65-plussers een kijkje nemen. Leontien van Moorsel wordt wereldkampioen op de weg bij het wielrennen. Zij verslaat haar eeuwige Franse rivale Janine Longo. Prinsenbeek gaat mee in de vaart der volken. Het kinderdagverblijf Prikkenbeek biedt werkende ouders de zo gewilde opvang van hun kroost. Uit de kerststal op de markt wordt Maria gestolen. Een vreemde vorm van devotie. Regisseur Jan van Zundert en de cast van De Jantjes krijgen terecht de cultuurprijs voor hun geweldige uitvoering van dit volkstuk met muziek. Tegenwoordig zou het een musical heten. Nelson Mandela wordt na de eerste vrije verkiezingen president van Zuid-Afrika. Een omwenteling in de geschiedenis. Ruud Lubbers is de langzittende premier van Nederland. Hij regeert 3908 dagen en wordt verdreven door Wim Kok met diens eerste paarse kabinet. Het comité Behoud Prinsenbeek pakt de nieuwe annexatiedreiging door Breda op zeer ludieke wijze aan, helaas te vergeefs. Gemeentesecretaris Jan Gerards wordt bij zijn afscheid tot ereburger benoemd. Het Prinsenbeek Jongerenkoor zorgt al 25 jaar voor een eigen jongerensound in kerkelijke vieringen. De KBO, 40 jaar. Eigen jubileumuitgave en iedereen uitgenodigd voor een groot feest waar Toon de Sauwelaar de feestvierers van maakt. Samen lekker eten en natuurlijk een feestbingo. Want, weet u het nog? Bingo is goed voor de hersenen. Een vrije tijdsmarkt laat zien wat artistieke KBO'ers vermogen. Henny Thijssen staat in de drup van de lintjesregen, samen met de heren Rutter, Hagmans en Frans van der Pol. Tragisch is de gang van zaken bij Fokker. Moederbedrijf Daza laat Fokker uit de lucht vallen. Fokker is failliet. Richard Krajicek gaat de geschiedenis in als de eerste Nederlandse winnaar van Wimbledon. Mooi, mooier Prinsenbeek. En zeker met het nieuwe koepeltje op de markt. Als muziektempel te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Henk en Adrie Notenboom zijn in mei 65 jaar getrouwd. Het echtpaar Landman is baas boven baas. Zij zijn al 70 jaar samen. De KVO, de katholieke vrouwenorganisatie, bestaat 60 jaar. Ben je 60? Een cabaret door eigen leden is de topper van het feest. Pastor Schakenraad viert zijn zilveren feest. 25 jaar in dienst van de gemeenschap.
André Kleemans zijn laatste fiets. De Groenstraat zal het verder moeten stellen zonder zijn markante aanwezigheid. Bij Hagedonk kiest hij echter snel zijn nieuwe stek. Koninklijke lintjes voor Jan Dame, Janus Watzeels en Theo Schipper. Er spreekt waardering uit voor hun inzet voor het sociale leven van Prinsenbeek. Groot feest in de parochie bij het 200-jarig bestaan. Van Ome via Wolters, Willeme, Ritserveld, De Graaf naar Schakeraad. Van het eerste kleine kerkje via de prachtige kerk uit 1860 naar letterlijk en figuurlijk de kerk van nu. Het wordt gevierd tot op het kerkplein samen met bisschop Musch. Prinsenbeek moet blijven. De acties, hoe ludiek ook, zijn te vergeefs. Regerend Den Haag is onverbiddelijk. Breda is de lachende derde. Nettie en Mario Boeren geven het laatste ja-woord in de gemeente Prinsenbeek. Burgemeester De Vet gaat naar Leusden. En al noemen ze ons boerderijdorp de mooiste wijk van Breda, het is over en uit en uitermate verdrietig. Prinsenbeek huilt. Prinsenbeek, gemeente Breda. Het blijft lange tijd niet gewaardeerd. En de KBO? De KBO-kaart, biljart en koersbaltoren. Daar zorgen zoals altijd het actieve bestuur en de nevenbesturen wel voor. Ondanks alle schandalen wordt Bill Clinton opnieuw president van Amerika. Op 87-jarige leeftijd overlijdt moeder Teresa. Internet verovert de wereld. Naast zakelijk komt er ook volop privégebruik. Een nieuwe verslaving, een avondje internetten, lijkt geboren. Het publiek baalt, want Breda laat het schromelijk afweten. De markt lijkt wel een onkruidbos. De voormalige Heilig Hartschool, nu de Horizon, bestaat 75 jaar, maar is nog steeds een school met een hart. Op Koninginnedag is er een zeer verdiend lintje voor Jo Hermes Aarts. Hagedonk viert het 25-jarig bestaan. Er hangt fusie in de lucht. Mevrouw Simjouw jubileert mee. De HSL-protesten nemen steeds zwaardere en ook ludiekere vormen aan. De actie HSL Zand erover haalt zelfs de landelijke media. En met succes. Want de HSL gaat bij Prinsenbeek gedeeltelijk ondergronds. Door lieden met losse handen wordt het Heilig Hartbeeld weer onder handen genomen. Een droef resultaat. Sint Sebastiaan trekt er zich niets van aan en viert het 150-jarig jubileum. 31 december 1997. Dag gulden, dag kwartje, dag dubbeltje, dag stuiver. Het is gedaan. We zullen je missen. De euro, dat wordt wennen. Hagenaar Raymond van Barneveld maakt Darten ongekend populair. Hij wordt wereldkampioen in het onaantastbaar lijkende dartland Engeland. Sjaantje en Piet van Gerwen geven niks om dart, maar vieren wel hun 60-jarig huwelijk. Weer slaat weemoed toe. Het eikenbos gaat dicht. Een laatste rondje en dan op naar de Drie Linden. Honderden miljoenen mensen kijken op 11 augustus naar de zonsverduistering. Hagedonk gaat fuseren met Oranje. Desondanks vieren Trace van Praat en anderen 25 jaar vrijwilligerswerk. Het gemeenkoor Amicitia luistert al 25 jaar kerkdiensten op. Theo Gelens en Kees Koertjes, mannen met veel verdiensten in het Beekse leven, worden lid in de Orde van Oranje Nassau. Piet en Sjaantje Nachtzaam stappen uit Spoorzicht. Het is mooi geweest, vinden ze. Spoorzicht wordt de Nans. Er komt een ontmoetingsruimte in de kerk dankzij de stichting Gisbert en Else van Laak. Mede hierdoor wordt het glas in loodraam van de gesloopte school De Engelbewaarder in ere hersteld. Dolen door een maïsdoolhof doet opgang. Corrie en Piet Matthijssen bedenken ieder jaar een nieuw thema. De KBO op reis. Een ander facet van de club. Zoetwatermatrozen met zeebenen op een rondvaartboot. Nou even uitblazen. En wat is een reis zonder koffie, dus. En feesten als er gefeest kan worden. Nol de Jong wordt gedold met zijn 70ste verjaardag. Fietsen is een geliefde ontspanning. Met natuurlijk hier of daar even aanleggen. 7 jaar Zilverberg. Aanleiding voor publiciteit. De KBO 45 jaar. Feest voor 659 leden. Met een bloemetje voor iedereen.
Koosje Vissers krijgt de zilveren speld voor haar vele verdiensten voor de KBO. Een feest zonder bingo is geen feest. En, u weet het nog, bingo is goed voor... juist. Een door hem geschreven feestlied met Viva la Musica, de jubilerende KBO. Zijn tekst. Vandaag de dag der Beekse senioren. Hun bond bestaat thans 45 jaar. De KBO is in dat jaar geboren. Waar blijft de tijd? Ja toch, het is wis en zeker waar. Wij willen u, bestuur, feliciteren. Ja, allen die stonden steeds voor ons klaar. Wij weten uw inzet goed te waarderen. Op naar de Gouden Jaardag, zeker na 5 jaar. Op naar de Gouden Jaardag na 5 jaar. Het is mooi als het eruit gesproken wordt, maar het zou mooier zijn als het nog een keertje gezongen zou kunnen worden. En nou weet ik toevallig dat meneer Schetters, Rien Schetters, aanwezig is. En ik durf haast niet te vragen, maar kom toch naar beneden, want ik mag meneer Rien zeggen. Meneer Rien, ik vind eigenlijk dat ook vandaag, we hebben het op het feest, en het is zo'n mooi lied. Ik heb er dinsdag al een keertje van mogen genieten. Maar ik wil het nog zo graag een keertje horen. En ik denk dat de mensen het in de zaal ook erg prettig vinden om dit nog een keer te horen. Zou u nog één keer van ons willen zeggen? Heel graag. Wereldwijd één groot vuurwerkspectakel. Ook in Prinsenbeek laat men zich niet onbetuigd. In scherp contrast daarmee staat de vuurwerkramp in Enschede. Op 13 mei, 's middags om 3 uur, ontploft SA Fireworks. Er vallen 22 slachtoffers en 562 gewonden. Een nieuw contrast.
twee 60-jarige huwelijken. De echtparen Wijnen Rovers en Matthijs van Baal zijn de huwelijksdiamantairs. Met nostalgische gevoelens kijken we naar de sloop van de Engelbewaarder en het Eikenbos. Einde van een tijdperk. 150 jaar Elzakken is een feest van herkenning en Brabantse gemoedelijkheid. De heemkundekring Op de Beek legt eer in met de fietsroute Monumentaal Groen. Wim Naalde, stille maar harde werker, krijgt een koninklijk lintje. Ook Annemiek en Theo van de Hoven, Ton Rombouts en Jan Vermunst dan later zonder paraplu in een nieuwe lintjesregen. Hans Hagen komt van dezelfde regen in dezelfde drup. Zij verdient voor de KBO een aparte vermelding. Wij blijven jubelen als Viva la Musica 10 jaar bestaat. Een oudere koor met jeugdig elan. De HSL blijft de gemoederen bezighouden in Prinsenbeek. Talrijke protesten kunnen de hoge druk vanuit Den Haag niet vertragen, laat staan tegenhouden. De beide torens van het World Trade Center, de Twin Towers, worden weggevaagd. Op 11 september 2001 slaan terroristische zelfmoordcommando's hun slag door met vliegtuigen beide torens binnen te vliegen. Er zijn 2800 doden en 1796 vermisten te betreuren. Ook het Pentagon wordt door een vliegtuig getroffen. Prins Constantijn trouwt burgemeisje Leontine Brinkhorst. Vrouwelijk Nederland zit weer geboeid voor de buis. Stichting De Drie Linden komt van de grond. De Beek raakt er zo langzamerhand weer thuis. Huisartsen en apotheek komen onder één dak aan de middenwacht. Een moderne en nog betere dienstverlening aan de patiënten is de achterliggende gedachte, al blijven er nog wensen. Dokter Wim van de Kar legt zijn praktijk neer. De naam van de Kar, decennia lang een begrip in de Beekse zorg, verdwijnt hiermee. Wat ook weggaat, het dierenhoekje. Niet te handhaven op dat drassige hoekje Groenstraat Leursebaan. Kees Nagelkerken krijgt zijn verdiende loon. Een koninklijk loon. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Veel commotie rond de fietsbrug. En de fietser trapt zich een ongeluk om boven te komen. De KBO wil een facelift, althans voor de Zilverberg. Onder andere rookafzuiging en een nieuwe vloerbedekking. Terwijl de Schulclub 15 jaar bestaat, gaat de stoelgym onverminderd door en neemt in het jaar van de vrijwilligers Ricky van Hulten afscheid als bestuurslid. Zij brengt de volgende ode aan de vrijwilligers. Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblij. Is verbonden, maar niet gebonden. Is onbetaalbaar, maar niet te koop. Is positief denken, is positief doen, met als enig doel voor jezelf en de ander een goed gevoel. Prins Willem-Alexander maakt door zijn huwelijk Maxima tot prinses. De hoeden zijn weer formidabel en Nederland is in de ban van een koninklijk sprookje. Dat u net zoveel van dit soms lastige, maar ook zo lieflijke lapje grond gaat houden als van de kroonprins van dit land. En in afwachting van de grote balkonscène. Na koninklijke vreugde volgt het immense verdriet om het overlijden van de alomgeliefde prins Klaus. Heel Nederland rouwt mee. Wim Fortuyn wordt op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten. Nederland verliest een turbulente, onalledaagse figuur. Er heerst grote verwarring en ontsteltenis. Mien en Jan Goos vieren hun diamanten huwelijksfeest. Prinsenbeek overstroomt. Grote wateroverlast sluit de beek volledig af van de buitenwereld. Amaizen. Belslewieke Anto van den Einde krijgt een Hollands lintje, Wim Birke en Frans Bastiaanse linten met hem mee. Jo Boeren Biemans overkomt dat ook. Geen twijfel mogelijk, dik verdiend. In 2002 nemen de protesten tegen de fietsbrug in hevigheid toe. De rechter stelt uiteindelijk het actiecomité in het gelijk. De KBO telt de lusten en lasten van 2003. Wat een verschil met 1976. Toen een balans van ruim 6500 gulden. En nu ruim 65.000. De Zilverberg 10 jaar. Weer een mijlpaal.
dus wees natuurlijk. Grote wens van het bestuur, een rollatorparking. Namens het journaal hierbij een gratis ontwerp. Piet Goos zal als kind nooit hebben gedroomd van koninklijke waardering. Toch overkomt het hem nu. De Tweede Golfoorlog breekt uit 20 maart. Het geduld van Amerika en Engeland is op. De oorlog is heftig. We got him. Saddam Hussein wordt gevonden in een ondergronds hol met $750.000 op zak. Door de vogelpest moeten 30 miljoen pluimveedieren worden geruimd. Een drama voor veel boeren die hun levenswerk letterlijk vernietigd zien. In Maastricht storten balkons neer van appartementen in de wijk Ceramiek. Prinses Amalia, een dochter voor onze kroonprins en zijn Maxima. Zo vlot en mooie plaat. Verlopen is. En even voor 9 uur vanochtend diende het zich aan, kwamen we hier naartoe en dat om 5 uur al deze wolk van een dochter in onze armen mocht liggen. Dat was een heel bijzonder moment. Met carnaval is er voor het eerst een carnavalsdienst in de kerk. Uitbundig en toch ingetogen en in stijl. Het kerkgebouw bestaat 40 jaar. Aanleiding voor aandacht en verdieping. De nieuwe, zwaar omstreden fietsbrug wordt met zwaar materieel op zijn plaats gehezen. Bij Jan de Kraan kan de vlag worden gehezen. Hij krijgt een lintje. Een kraaienplaag op de Beekse Markt verstoort de nachtrust en veroorzaakt overlast. Ze blazen uiteindelijk de kraaienmars. Het project Ouderenproef komt van de grond. Grote deelneming en een grote inzet leiden tot een krachtig rapport. De verankeringsgroep neemt bij de aanbieding wethouder Heerkes in de boot. Doet zij dit nu op haar beurt met Prinsenbeek? Een nieuw fenomeen bij de KBO. Bridge, het kon niet uitblijven. Het blijkt groot slem. Evenals de computercursussen. Ouderen leren e-mailen en internetten en blijven aldoende bij de tijd. De oudere adviseurs blijven volop bezig. Want er is meer in het leven dan rikken en handwerken. Toon de Hoon en Piet Houtenpen treden in. In de orde van Oranje Nassau wel te verstaan. Zoals later ook Wout Meeuwissen, Barstorf Schakenraad, Joop Jansen en Janus Oom. Bingo is nog altijd bingo. Waarom? Dat weet iedereen nu. Prinses Juliana overlijdt, 94 jaar oud. Een betrokken, hartelijke, onalledaagse vrouw met een eigen wil en een eigen mening. Zelfs in de rouwdienst tot uit. Prinsenbeek rouwt een beetje om het verlies van weer een historische plek. Piet Schipperen start met de sloop van de oude melkfabriek, waar in 1954 de melk nog wordt afgeleverd tegen 13 cent per liter en op de afrekening nog melk en boter worden gereserveerd voor de paterschap of zijde. Nu een puinhoop en straks? Hagedonk krijgt bezoek van minister Thijs, staatssecretaris Ros en commissaris Mai Weg. Ouderenproef bepleit verplaatsing naar het centrum van de zon. Maar het grootste nieuwsfeit van 2004, de KBO Prinsenbeek, 50 jaar. De KBO in het goud, nog steeds vitaal en hyperactief. Dankzij bevlogen bestuursleden, waaronder de voorzitters Janus van den Berg, Jan van Baal, Kees Verwijmeren, mevrouw Lubke Vuur, Chris van Leijsen, Wim Burmanje en Flip van Buren. En een keur aan vrijwilligers en nestelbezorgers. Maar vooral ook dankzij de leden. 1000 inmiddels. Het 1000ste lid, Ria Vrijters de Kamer. 1000 trouwe leden. 100 trouwe leden, van Koosje Vissers tot Mel Vermeer. En al 35 jaar lid, de superseniore Naan Biemans, met 98 jaar de oudste in leeftijd. Anna Kavelaars, met 94 jaar het oudste lid. En Stien Naalden. Plus 4 echtparen al 25 jaar bij de club. Gijs en Ann Goos, Kees en Mien Matthijssen, Jan en Marie Wijnen en Annie en Jan van Kiel. De zilveren jubilaris. Alice van Hapen, Pieter Fuzenek, een vrijwilligster die goud waard is. Ida Boom, Jo Machielsen, Corrie Gabriel, die ook zeer bestuursactief is. Corrie van der Weijgaard, Tien Franke, Dina Kommers, Joost Wieder, Pieter Weterings en Jo Horrevoets. Echter voor hen geen koninklijk lintje. Het lint was op. En nieuw lint voor zoveel mensen
dat kon de bruine van Beatrix echt niet trekken. En heeft u genoten van het journaal? Nee? Ja. Oh, u bent er gewoon stil van. U bent zo'n fijn publiek. Hartstikke tof, maar u had, de laatste zin was, Beatrix had geen lint meer over voor al die jubilarissen, die trouwe leden van de KBO. Maar de KBO zou de KBO niet zijn, als ze daar natuurlijk niet iets aan gedaan hebben. Want het bestuur, ja, eigenlijk wil ik een applaus voor het bestuur, want die zit hier al 2 dagen te glunderen, maar dat vindt u het. Geweldig. Ja. En nou hebben we samen met het bestuur, hebben we een feestlied gemaakt, althans, dat hebben ze laten maken. En tot onder leiding van de heer Henk Dobber, die de muzikale begeleiding gaat doen, gaan we dat voor u zingen. Dus ik zou willen vragen dat de bestuursleden op het toneel willen komen. En dat was het eerste gedeelte, want we houden een heel leuk kwartet.
Quicksilver. Misschien kent u ze wel, of misschien niet. Maar ik weet zeker dat u zult lachen, dat u dingen herkent en dat u denkt van ja, het is toch wat. Maar dat komt na de pauze. Er wordt voor u een drankje geschonken. Aftiteling die komt zo dadelijk, dan kunt u zien wie dat er allemaal mee heeft geholpen. En ik geef nu even het woord aan de voorzitter. Er is al veel gezegd van wat ik nu had willen zeggen, maar er komt nu een pauze. Maar u wordt verzocht in de zaal gewoon te blijven zitten, tenzij dat om een of andere reden hard nodig is dat u even weggaat. Die pauze die duurt 20 minuten. Ik zou u ook willen vragen ook daar aan te houden, want we hebben een zeer scherp tijdschema. En na ons staan straks mensen te duwen om hier naar binnen te komen en die willen we niet graag in de midden nemen. Dank u wel. Thank you.
heb ik zelf verteld, kennen we het programma Memories? Ja, ja. Dat hebben ze van ons afgekeken. Ja, dat gelooft nog een mens. Nou, u zult het zien in het sketchje, dat is getiteld Na 50 jaar. Ook geen Canadees, Nelia.
heb ik zitten piekeren om jou die ene vraag te stellen die me maar steeds onder de lippen zweeft. Oh, oh, spreek, spreek, Nelis. Ik zal sterk zijn. Tel nu, Nelis. Ja. Kan ik alsjeblieft mijn paraplu wegleggen? Uit het ene en andere klooster, nonnenklooster, hebben wij een nonneke gevraagd. Want als ze vanavond, vanmiddag, hier op wil treden, ik vraag wat dat voor onze Nina in haar creatie van Jasperine de Jong, de nonne. Wat toch de bron geweest was van
Die komt weer met een allerlaatste dans. En het is een country dans, de Country Tango. Joppa. But I just can't handle the tango.
Bedanken voor de gezellige publiek en het enthousiasme dat jullie allemaal meegebracht hebben. Dat is natuurlijk voor ons extra leuk, want dan, als jullie het leuk vinden, dan vinden wij het ook leuk, hè? En dat werkt natuurlijk, het is een lekkere wisselwerking en wij wouden dus ook namens heel de groep jullie allemaal heel erg daarvoor bedanken. Bedankt! Ik wil nog heel eventjes een klein applausje voor de mensen die hier achter de schermen staan. Tenminste, achter de schermen. Jullie hebben ze de hele tijd gezien. Maar ze sjouwen weer af, die mannen. Hè? Tafeltje erop, tafeltje eraf. Mannen, bedankt, hè. En natuurlijk onze toetsenist die alles zo mooi aan elkaar heeft gepraat. Piet. Zo, dames en heren. Het programma zit erop, maar voordat Kwik-Kwik Zilver teruggaat naar het Etten-Leurse, wil ik nog één daverend applaus. Dick Vriend, bedankt voor jullie medewerking en inzet. Ik zou zeggen, wel thuis en wie weet komen we elkaar nog een keertje tegen. Het zou erg leuk zijn. Dank u wel. Ja, we kunnen Kwik-Kwik Zilver natuurlijk zo naar huis sturen, maar dat doen we niet. Wij willen graag van onze kant, namens alle die in de zaal zitten, u naar huis laten gaan met een klein bloemetje. Wij hebben genoten. Het bestuur heeft zelfs het genoegen gehad twee keer van u te mogen genieten. Ja. Er is gezegd
Ze zitten te glimmen op de eerste rij. Wees u ervan overtuigd, dat hebben we gedaan. Want wij hebben de indruk dat we ook met u een gouden greep gemaakt hebben. En we willen u graag danken. En dat die ervaring hebben jullie ook, denk ik. Ik zie dat jullie club zo enthousiast is en jullie presteren veel, jullie doen veel en het houdt jullie jong. Het is voor mij een voorbeeld en ik hoop, als ik de jeugdige leeftijd van jullie heb bereikt, dat ik ook in de zaal mag zitten en mag genieten van zo'n mooi programma. Ik dank het bestuur voor jullie inzet en ik kom er nog heel even bij, want ook jullie hebben heel veel inzet getoond. Toch maar het bedenken van en dan de juiste mensen zien te vinden. Eigenlijk zijn we één grote club en voelen we ons allemaal een beetje KVO-lid. Ik wens u een fijne rit naar huis. Misschien drinkt u nog gezellig een glaasje, maar anders wel thuis. En wie weet waar we elkaar volgende keer tegenkomen. Dank u wel.